Deelnemers startvrij. Voor de Schallekoord Deense Karren, driejarige TCT satellietkoers. Ook Leo Schallekoord, toch een trouwe ondersteuner van de sport. Mogen we wel zeggen, zijn naam en de Deense Karren komen vaak voor als het gaat om sponsoring. In dit geval van de TCT satellietkoers. Prachtige prijs inderdaad, €3190. Gesplitst om die jonge paarden niet in één keer voor de leeuwen te gooien. En dat is natuurlijk mooi voor alle eigenaren die de inleggelden voor de TCT hebben betaald. Want die snoepen allemaal wat mee als ze de finish halen. De auto is met de paarden op circa 100 meter van het startpunt. Nog 50 meter. De start is gevallen, paarden onderweg en het is na de start een strijd om de leiding. Drie paarden die daarom strijden met aan de binnenzijde het nummer 1 van Velten von Steven. Aan de buitenzijde dan de opkomende nummer 3 en dat is Montana Transair. En de eerste die eigenlijk terugging dat was Jaap van Rijn met paard nummer 6, Mr. Vredebest. Die wordt rustig door de bocht gedirigeerd en neemt op dit moment zijn post in derde stelling. De vierde plaats voor Jan Baas en Mendel. Derby, ook Jan vandaag met een iets wat bekeken tactiek. Niet gelijk van kop af, maar hij probeert het een keer vanuit het veld. En op de vijfde plaats komt Mixi Lalia. En die pakt die vijfde plaats voorlopig even af van Mentendré, Ami en Servé Dasse. Goed, alle paarden achter elkaar. Niemand die zich bij dit hoge tempo van Jouni Noemi en Velten von Steven geroepen voelt om in de aanval te gaan. Zeker Krebas niet, die zit daar lekker met zijn Montana Transair op de tweede plaats. Ja, alleen Van Rijn moet toch na gaan denken wat hij gaat doen. Hij heeft de favoriet in handen, Mr. Vredebest, en die ligt voorlopig nog gewoon op plek 3. Daarachter is er dan Mental Bee Derby. Baas die hoopt dat Van Rijn zo dadelijk gaat natuurlijk. En op een lengte Mixi Lalia. En daarachter is er aansluiting voor een Mentendré Ami. Paarden ronden de bocht, gaan op weg naar de overkant van de baan. Laat het paviljoen van Jong Holland achter zich. We komen door de Green Art Production bocht met nog altijd diezelfde koploper Velten von Steven. Heeft die anderhalve twee lengte voorsprong op Montana Transair. En op de derde plaats volgt dan het nummer 6 van Mr. Vredebest. Daarachter is er dan Mental Bee Derby. En achter Mental Bee Derby komen ze wat dichterbij. Zoals daar zijn Mentendré Ami aan de buitenkant van Mixi Lalia. En zo zijn de paarden dan weer op weg naar de volgende bocht. Ronden de bocht. Bocht met aankop van het veld, Velten von Steven. Tempo blijft hoog en Jaap van Rijn die komt inmiddels aan de buitenkant naar voren met zijn favoriet Mr. Vredebest. De flankeert daarbij Montana Transair en geeft een prachtige koers op maat aan Jan Baas en zijn Mental Bee Derby. Paarden gaan langs de rechter met nog een ronde te gaan en als een groot vorst aan de leiding toch wel hoor. Die nummer 1, Velten von Steven. Koers op dienstlager was al goed. Eens kijken of hij het in dit geweld ook kan doen. Aan de buitenzijde komt zo langzamerhand die Mr. Vredebest nader en nader. Daarachter is aan de relingszijde Montana Transair. En die wordt dan weer op 2,5 lengte gevolgd door Mental Bee Derby, Mixi Lalia. En aan de buitenzijde daar schuin achter dan nog die Mentendré Ami. Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En het lijkt zich te gaan ontwikkelen tot een geweldige tweestrijd. Met aan de binnenzijde Velten von Steven. En die krijgt daar zware druk van paard nummer 6, Mr. Vredebest. Prachtige tweestrijd als we zo dadelijk in de laatste rechte lijn komen. En Jaap van Rijn heeft het zeker nog niet gewonnen. Al zegt zijn lichaamhouding wel dat hij redelijk vol vertrouwen zit. We komen in de laatste rechte lijn. Velten von Steven heeft nog de leiding. Maar er komt aan de buitenzijde die Mr. Vredebest. Die komt er inmiddels naast. Maar hij is er nog niet aan voorbij. Velten von Steven vecht voor zijn leven. Maar Jaapie, oh, op de streep. Close finishfoto. De aankomstrechter heeft het laatste woord. Wat een geweldige strijd, zeg. Of paard nummer 1, Velten von Steven. Of paard nummer 6, Mr. Vredebest. We gaan het zo dadelijk zien en horen. Derde wordt in ieder geval paard nummer 3, Montana Transair. Zeg het maar, kenners. Buitenkant de voordeel, hoor ik hier. Velten von Steven, toch binnenkant, denk ik. Ik denk dat de buitenkant voordeel heeft. Kijk aan, zo krap is het dus.